De heer Jayant van Jaysur, Carwash, die heeft in verband met het Diwali-feest, het lichtjesfeest dat wereldwijd wordt gevierd en waar het licht wordt verwelkomd om plaats te maken voor duisternis. Duisternis in uw leven, vandaar dat u het licht moet verwelkomen. Hij heeft er gemeend om het NSBS in de volksmond, beter bekend als Blinden Centrum, dan ook te voorzien van lekker eten, van drank, eten en drank dat hij zelf heeft klaargemaakt, vegetarisch eten in deze. Wij van TBN PRIMEALERT zijn er ook geweest en we legden voor u het volgende verslag vast. Het is Diwali, lang ga ik niet praten, mevrouw Ashton heeft al meer gezegd. Het is Diwali, ik heb gemeend vandaag om met jullie samen te zijn. U weet, Diwali heeft geen ras dat het met hindoes gevierd moet worden. We zijn allemaal één, dus heb ik gedacht om toch samen vandaag met jullie te zijn. Blindenzorg is familie van mij, zo moet ik het zeggen. Ik ben altijd hier, dus dan heb ik gedacht van dat ik samen met jullie Diwali zal vieren. Op mijn manier. Ik hoop dat jullie lekker straks zullen eten. Lekker zullen... Ja, dat jullie lekker zullen eten straks. En dan gaan we verder met, het, met alles. En ik zou ook in deze mevrouw Ashna willen bedanken. We staan er met meneer Jayant van Jaysur Carwash, die in verband met het Diwali-feest getrakteerd heeft bij het NSBS. En we staan er met mevrouw Wiwi als vertegenwoordiger van het NSBS. Heer Jayant, dit project heeft u gedaan, zei ik al, in verband met het Diwali-feest. Wat is uw Diwali-boodschap naar die gemeenschap, maar ook naar NSBS? Alvast goedemorgen meneer Ganesh. Van deze kant wens ik het gehele gemeenschap een Shubh Diwali. Ook Stichting Blindenzorg wens ik een Shubh Diwali. Ze zijn mijn familie, zo te zeggen. Ik heb vandaag specifiek gekozen voor Stichting Blindenzorg, omdat we geen discriminatie moeten hebben, hè, dat het om volk gaat. De meeste mensen denken Diwali is in de Staanse feest. Daarom heb ik het vandaag hier gedaan, dat ieder erbij kan zijn. We hebben geen discriminatie in onze feestdagen, dus het is, voor iedereen is Diwali bestemd. En verder wil ik nou ook mijn sponsoren, die allemaal het hele jaar bijna hebben bijgestaan, spontaan hebben geholpen. Dat is uit Amerika, uit Nederland, mevrouw Scher, meneer Suraj. En verder Nalini's Beauty Care, Naveen's Barbershop, DJ Insane en Extens Rentals. Dus noem maar op, al mijn sponsoren ook. TBN PRIMEALERT is altijd ook aanwezig. Ik zou hun ook van deze kant een Shubh Diwali toe willen wensen. En een fijne dag verder, meneer Ganesh. Ja. Wat heeft u gekookt voor hun? Ik heb vandaag vegetarische eten gekookt. Ik heb gekookt, ze hadden roti gevraagd, dus we hebben roti gekookt. Aardappel boulanché, kousenband aardappel, kool aardappel, pompoen, chutney, hoort erbij. En dan hebben we weer zoetigheid, hebben we rasgulla, we hebben jalebi, we hebben baras, we hebben rotis. Ja. En wat heeft u zelf klaargemaakt voor hun? Ik heb alle eten zelfs klaargemaakt. Ik heb alle eten zelfs klaargemaakt. Ik heb wat gebakjes bij gehaald, alleen jalebi en zo heb ik wel gehaald. En hoe laat was u al wakker? Ik was al 5 uur in de ochtend al wakker. U heeft alle rotis alles zelf gedaan? We hebben alles zelf gedaan, meneer Ganesh. We hebben ook persaad klaargemaakt voor de kinderen. Ja. En het eten heeft gesmaakt, mevrouw Wiwi, tot nu toe? Goeiedag van mijn kant, het heeft gesmaakt, moet ik zeggen. En u staat er hier om een dankwoord uit te brengen namens het NSBS aan de heer Jayant. Wat wilde u zeggen? Ik zou zeggen, de heer Jayant, hartelijk dank. We zeggen nogmaals hartelijk dank, want we kennen meneer Jayant al heel lang. En we hebben verschillende activiteiten met hem gehad. Hij denkt elke keer weer aan ons. Ik zou zeggen, hartelijk dank en nog vele na deze. En succes met alles en met iedereen waarmee u samenwerkt.